Goed dat je er bent trouwens, Johan. Dat geldt ook voor jou, Hans. En ook Martijn Krabbedam. Hartelijk welkom, Martijn. Bosje Bloemen namens de AMBO en Ali B. Dat vonden we wel op zijn plaats voor Johan, toch? He? Ali B. Ja, het is toch ook ongelooflijk dat die gozer niemand in zijn omgeving hebt die zegt van joh, Ali, kom op, die weldoener, schijn nou eens uit, man. Verbinden? Ja, kom op, doe niet zo raar. Joh. Ga niet zo elke keer op de tv zitten en doen hoe goed je bent. Dat is toch geen... Ik vind het weerzinwekkend. Nee, het is walgelijk. Walgelijk, vind ik het. Gisteren zaten er twee mensen, een operazangeres en zo'n bassist. Dat zijn leuke mensen. Ja, tuurlijk. En dan krijgt hij even geen aandacht. Dan gaat hij er tussendoor zitten zwammen. Ja. Het sloeg als kut op Dirk. En die mensen hadden ook iets. Waar heb je het over, joh? Ja. Van als ik rap, dan verbind ik. Ja, maar hij zit in de verbindingsbusiness, communicatie. Maar hij doet het toch wel vanuit een hart, een goed hart. Nee, maar ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar elke keer die draaiende camera's erbij, man. Ja, nou, maar zonder camera, dan doet hij het niet. Nee. Het gaat vooral om Ali B. Ja. Waanzinnig. Daarover gesproken, hij staat bij Jinek. Jinek probeert hem nog een klein beetje tegengas te geven. Hè? Ja, maar ik snap wel dat het voor haar ook moeilijk is natuurlijk. Omdat je nodig zo iemand uit. En zoveel zou er niet meer willen komen nu. Dus ik ben dan blij dat er eens iemand komt. En om hem dan af te maken. Ja. Maar kijk, ze had natuurlijk wel moeten zeggen... joh, Ali, waarom moeten al die draaiende camera's zitten bij, lieve jongen? Weet je? Je kan ook wel een keer gewoon iets doen. Gewoon anoniem. Gewoon om het te doen, weet je wel. Kom op. Ja. Nee, maar dan moet allemaal een tv-programma aangelinkt worden. Ja. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel.